Quick Boys op zoek naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. En op bezoek komt Excelsior Maassluis. Meteen Quick Boys furieus van start. En het is Duarte die een penalty wil hebben van scheidsrechter Schuring. Maar die wil er niet aan. De bezoekers dan. Gehuld in een, je zou bijna zeggen, Italiaans lichtroze tenue. Met het schot van Siemen Zij. Meer dan 300 duels ervaring in het betaald voetbal. En ook Excelsior laat van zich zien. Bezoekers beginnen met lef aan de wedstrijd. Hier komt de schotkans voor Vincent van den Berg. Maar nog geen doelpunten. Dan Jaap van Duin. De snelle vleugelspeler van Quick Boys. De topscorer van de ploeg van Wilfred van Leeuwen. Lijkt de bal te verspelen, maar vecht zich terug. En dat vinden ze mooi op Nieuws Uit. Kijk eens wat Van Duin daar in huis heeft. Het levert niks op, behalve dan een staande ovatie voor Jaap van Duin. De man die speelde in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PSV. En nu thuis komt bij Quick Boys. Weer de Maassluizenaren. Met een grote kans. De zwart geklopt, maar geen treffer voor Vincent van den Berg. Speler die ooit onder contract stond bij Arsenal. En de thuisclub heeft het nog niet helemaal. Van Duin, gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Voor een voorzet of een schot, wat is het? Hij gaat erin. Is dat een doelpunt van Van Duin? Hij viert in elk geval feest. Maar scheidsrechter Schuring heeft wat gezien en hij concludeert dat er geduwd is. En het doelpunt gaat dus niet door. Hier in de herhaling, keeper van de Velde gaat naar de grond. Genoeg voor de arbiter om daar het doelpunt te annuleren. En dus moet het scorebord weer opnieuw opgehangen worden. Hoekschop Quick Boys. Niet goed weggewerkt van de Heide. En dan wordt hij verlengd door Dustin Huisman, de centrumverdediger van Quick Boys. En hij opent de score. Quick Boys onverdiend op 1-0. Het was Excelsior Maassluis dat tot op dat moment het betere van het spel had. Maar geeft dit doelpunt Quick Boys vleugels. In elk geval een vrije trap voor Duarte. En geel voor zijn tegenstander Hamid Alptebtin. En de vrije trap met Jaap van Duin. Aangeraakt en via de lat. En zo wil dat eerste doelpunt voor Jaap van Duin maar niet vallen. De man die vier keer het net vond in de hoofdklasse tot nu toe. Inworp verlengd, daar komt Van Duin in de tweede helft. En daar is dan dat doelpunt. En wat voor een. Jaap van Duin, zo zie je ze zelden op de voetbalvelden. Doorkoppen van Onjijke en dan het hakballetje. Je zou zeggen dat hij het doel niet gezien heeft, maar hij voelt het aan. Een neusje voor de goal noemen we dat. Slecht uitverdedigen van Quick Boys. Een overtreding van Huisman. Die haalt een doorgebroken speler neer. Maar komt weg met geel. Ziet ook Damien Hertog, de trainer van Excelsior Maassluis. Oud prof. En de vrije trap. Van Vink tegen de paal. Buiten bereik van Martijn de Zwart. Maar een eretreffer is Maassluis niet gegund. En dan de hoekschop. En dan scoort Quick Boys wel. Hendrik van Belen. De lange man zat op de goede plek om die bal in te knikken uit die corner van Maarten Bak. Twijfel bij Van der Velde, de doelman, maar niet bij Hendrik van Belen. En hier klopt het scorebord wel, 3-0. En Quick Boys gaat maar door in de tweede helft met wie anders dan Van Duin. Van Duin gaat de actie aan met zijn tegenstander. Kappen naar zijn linkerbeen. De voorzet. En dan Van der Heide. Oh, Michael van der Heide. Het is dat hij er niet soepeltjes in gaat. Maar wat een goal van Michael van der Heide. De man die overkwam van Scheveningen. Drukt zijn stempel ook nog even in deze wedstrijd. En arm, arm Excelsior Maassluis. En hier ook nog eens een overtreding van Hamid Alptebkin.
En hij had al geel, weet u het nog. Dus weet hij het zelf ook heel goed. Naar de kant. Daar krijgt hij hem. En douche maar. En wordt het dan nog erger voor Excelsior Maassluis? Hier een invaller, Resida voor Quick Boys. Gaat net naast. Er lijkt geen houden meer aan voor Excelsior in de tweede helft. Dat nog steeds niet heeft weten te scoren. Misschien nu het schot. En een redding is van Martijn de Zwart op de inzet van Kevin Vink, ex-RKC. Er komt nog een hoekschop. Weggewerkt. En misschien kan Quick Boys dan counteren. Jazeker. De combinatie tussen Resida en Van Duin. En daar gaat Resida en hij vindt de keeper op zijn weg. En dat geldt ook voor Van der Heijden. Die had moeten scoren. Maar dat gebeurt niet. Het blijft 4-0.